It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag 15 september en we leven om 14 uur 43, vliegt net over. Volgens de geleerde is het ook 19 graden, dus ja, dat is. Nou, ik heb mijn nieuwste truitje aan die ik alweer een tijd niet aan heb gehad, mijn oude topje eroverheen. En mijn nieuwe rok weer. Ja, die kan ik echt ook met Halloween gebruiken, toch? Ja, vlammetjes, blommetjes, alles is aanwezig wat je met Halloween ook hebt. Ja, dat is. Waarom flipper jij? Oké, dat zal. Maar in ieder geval, ja, ik ga met meisjes even door. En daarna ga ik het aanrecht weer leeghalen en dan ga ik weer aan het vouwen. En ja, ik heb ook nog van die kussens, die kun je aan de ledikantjes vastbinden. Aan het hoofdend, en ja, gewoon aan het hoofdend. Dat is met hoofd niet tegen die spijltjes aankomen. Heb ik ook. En het is ja, niet specifiek voor meisje of specifiek voor jongen, dat is groen met wit. Dus dat kennen allebei, hè? Ja, enkel ik moet even dat spul wat erin zit, even een beetje opschuddelen. Ja, dat zit nog niet zoals het wezen moet. Maar oké, dat maakt ook verder niet uit. Dat komt dan onderop in een doos en dan de kleertjes er weer bovenop. Dat dus. Komt helemaal goed. Ik heb al een doos klaargezet. Ik als moeder weer ook eventjes wat in op de grond van de bodem. Dat het schoon blijft, want een doos is altijd, ja, dat is papier en dat vind ik niet fris. En ik heb verder niks anders meer dan een doos. Dus ja, er moet er even wat in dat schoon is. Ja, toch? En dat krijg ik desnoods van Karin wel weer terug. Ja, dat dus. Maar dat komt ook allemaal wel goed, mag ik hopen. En ik krijg nog meer hier om haar te helpen er doorheen te komen om het te wassen. Dus ja, komt helemaal goed. Ja, we vinden het wel leuk, die kleine babykleertjes op te vouwen ook. En het aan droogrek of ja, wat teer is, komt dat droogrek en wat niet teer is, dat kan in de droger. Dus, maar ik ben weer blij met mijn nieuwe rok, ja. Echt, hij is zo super mooi, echt. Hij is echt bizar mooi. En ook geborduurd erop, hè, dat zie ik nou pas. Ik dacht dat dat in het stof zat, maar het is geborduurd. Ja, ik hoop dat ik het jullie kan laten zien. Moet ik wat even. Zo doen. Dat steeltje, dat is geborduurd. En dat blaadje ook, maar dat zie je zo ook wel. En dan gaat het daar naartoe. En hier weer een lapje stof erom. En ook helemaal geborduurd. Ja, helemaal leuk. Maar het zijn allemaal lapjes stof, hè? Ook dit, allemaal lapjes stof. Ja, en dit zelf, dit zit wel in de rok. Dus ja, bizar mooi. Ja toch? Ja dus. Maar in ieder geval, ik zal hem weer zo doen. Zo, en ik wens jullie gewoon verder een hele mooie, liefdevolle namiddag. Ja, namiddag is het nog niet eens. Dat begint pas om 4:00. Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hele fijne, liefdevolle middag. Geniet ervan met wat jullie doen, of nog gaan doen, of
of al bezig zijn te doen. Geniet er in ieder geval van. En ik zeg, tot later. Doei. Wanneer de mekker komt. Hé? Ja. Nou, die tas heb ik er ook door. Die dingen bedoel ik. Die kun je aan het hoofdeind doen van het ledikantje. En vastbinden. Maar die vulling moet ze zelf maar verder doen. Daar is een mans genoeg voor. Daar ligt een hele stapel. Enkel wat ik heel erg jammer vind, dat valt niet meer te gebruiken. Dat is een dekbedhoesje. Op een dekbed, dat is deze. Maar het kent zowel voor meisjes, zowel voor jongens. Want dat is roze met geel en blauw. Dus ja, maar kijk. Daar krijg je die maar uit. Ik heb hem helemaal wel schoon. Het is gewassen. Dus wat gebruik ik ervoor? Hij gaat er gewoon in de doos. Dat hij de rest weer beschermt. Ja, dat dus. Dus dat gaan we doen. En ik laat het jullie laten wel weer zien als ik klaar ben. De doos die staat daar. Die is ingepakt. Ik heb daar nog een aankleedkussen. Hij is al een beetje stuk, maar ach, dat is van onderen. Daar legt het kind niet op. Ja, en aan de zijkant, maar ja. Er is nog een plakbandje of lijm of weet ik veel. Dat ziet ze maar roze dat maakt als ze dat heel wil hebben. Maar hij is wel leuk voor een jongetje of voor een meisje, ja. Het is waar je van houdt, hè. Ja. Vond me leuk. Ik het toen. Maar ja, ik heb meisjes en een jongen gehad en ik heb ze er allemaal erop gehad. Ja, stuk voor stuk. Leg toch een handdoek op en een luier op en nog een luier erop. Want eerst gaat er een handdoek eroverheen in de lengte richting met de aankleedkussen mee. Dan gaat er met een voorzien, een flanellenluier gaat er dan erop. Of een korrel, hoe noem je dat, een korrel, of die korreltjes, weet ik hoe die lui tegenwoordig allemaal heten. Maar ik had flanel, dat is lekker zacht. En daarna ging er een hydrofielui eroverheen. Dus ja. Ja. En het moet tegenwoordig allemaal anders. En je bent dit verplicht en je bent dat verplicht. Nou, je bent niks verplicht in mijn ogen. Je moet je kind zien groter brengen. En dat ben je verplicht. Je kind netjes op te voeden en goud te brengen. En leren wat niet mag en wat wel mag. Dus ja, dat dus. En ik vind, je moet het doen zoals je zelf denkt dat je het goed doet. En je eigen niks laten verplichten. Maar ja, wie ben ik? Wat, zoals vroeger hadden we ook niet, noem je dat? Had je van die keukenkastjes beneden. Ik heb dus een keuken voor mensen die invalide zijn of minder valide. Deze keer omhoog en naar beneden. Hij staat nou naar beneden. Maar dan had je van die keukenkastjes. Nou, daar stond je bleekwater en alles in. Dacht je dat ik daar een beveiliging op had? Nee, ze hebben er gewoon vanaf te blijven en eruit te blijven. Afleren die handel. Wat ik wel had, dat waren die dingetjes voor in de stopcontacten. Maar ja, hier kennen ze sowieso niet bij. Nee, zit achter een plant. Maar in ieder geval, dat dus. Dat had ik wel. Want dat was er vroeger wel. Maar die andere dingen, ik kan me niet herinneren dat we dat hadden hoor. Nee, ik had een traphekje voor mijn keuken vroeger. Konden ze niet in de keuken komen. Juist, dat had ik. Maar in ieder geval, ik ga die mand ook eventjes op die doos zetten. Want ik krijg ook van tegen de avond, tegen de etenstijd ook nog bezoek. En die willen hier eten. Nou, prima. Ja. Vlindertjes! Ja. En dus, ja. Ik ga lekker een bakje koffie maken. Want ik heb dorst. En ik ga eventjes wat voor mezelf doen. Ik kan enkel niet in mijn spel komen of een touwtje. Ja, dat gaat weer eens een keer niet. Hoe en wat, ik snap er niks niet van. Nee, het ene kan wel en het andere kan niet.
Dat dus. Maar ja, ik hoop dat dat tezijnertijd ook goed mag gaan komen. Ik ga in ieder geval even wat voor mezelf doen. Ik ben weer druk bezig geweest. Die aankleedkussen, nou ja, dat doe ik wel in een vuilniszak als ik weet niet. Maar ik ga die mand er ook nog even nou, op die doos zetten. En dan, en een keer die blauwe box, want die staat boven. Nou, dat moet ook voor aankomend weekend weer beneden wezen. Nou, en als Marion komt dinsdag en ze gaat hier zuigen, dan moet ze die even maar op de stoel zetten. Dan kan ze zuigen, zo simpel. Hi meisje! Hi meisje! Lekker even de deur openen. Ja, en ik ga in ieder geval aan een makreel vanavond. Ja, en ik moet dit nog even opruimen. Eventjes, ja, dat is te weinig voor de vaatwasser. Dus dat gaat gewoon terug. En ik ga lekker deze jongeman opeten. Of jonge vrouw, weet ik veel wat het is. Maar in ieder geval een gerookte makreel. Lekker, lekker. Gaat helemaal goed komen. En die andere twee die eten patat. Ja, ik had er niet op gerekend en ik had andere dingen in mijn hoofd om te doen. Dus dat ga ik ook doen. Oh, heerlijk kusje. Ja, waar is dat kusje? Hé, meisjes toch. Hé, jullie zijn lief, hè. Ja. Nou. Hè, even frisse lucht. Ja. En toen. En toen. Jo. Enkel in die doos. Daar zit een broekje in. En dat is een pakje. Het is groen en blauw. Maar. Nou vermoed ik dat in die mand de trui zit. Want die heb ik ook al opgevouwen en ergens ingedaan. En dat kan daarin zitten, maar het kan ook in de blauwe box zitten, liggen. Dus ja, ik vond hem wel een ander pakje. Dat heb ik ook al wel bij elkaar gedaan. En dus. Maar ja, ze zoekt het maar uit. Ja, dat hoef ik niet te doen. Ik vond ook nog engelingsokjes, ook zo lief. Hier al, met een maantje erop. En nog een sokje, maar het hoort niet bij elkaar, nee. En dit hoort ook niet bij elkaar. Deze niet, nee. Dus ja, dat dus. Nou, en daar zit iets in, dat moet ik nog inpakken. Dat is echt een cadeautje, cadeautje. Dat is echt een cadeautje, cadeautje. En daar zit nog iets ook bij in. Dat moet om het kontje. Ja. En dus. Hé, dametjes van het goede leven. Nee, daar zitten dus nog luiers in. En die zijn allemaal nog goed. Maar er ligt weer iets bovenop wat dat ik gekocht heb. En in die tas zit ook iets in dat heb ik gekocht. En dat vind ik duur genoeg. Ja. En dan gaat de telefoon en dat kon Karamel er zijn. Ja, ja. Dus ik zeg het tot later. Ja, die ligt weer lekker op de bank. En die ligt weer lekker op de vloer. En die loopt lekker te zeuren. Maar wij zijn met de drietjes al wezen lopen. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Die komt de 21 september online. En vandaag was de eerste. Sorry, ik bewoog even te veel. Want ik kwam met mijn handen tegenaan. Vandaag was de eerste online gekomen van mij weer. Dus helemaal toppie. Dat ging over de nieuwe bank, de nieuwe stoel en de nieuwe tafelset. Ik ga nou die meneer eten geven en dan ga ik op de eettafel even pacemats neerleggen en een bord afwassen, een grote bord, een gebakte bord. En dan ga ik aanvallen op dat beestje daar ook, die op de vensterbank ligt. Ja, wanneer die anderen komen, ik weet niet. En die nemen patat mee, dus ja, helemaal goed. Hé, Kanafie, koekoek mee eten?
Ja, hè? Zeg me ja. Dus, dat gaan we doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En tot later. Nou, Elwin die zit lekker toe te kijken naar de keuken, want er staat er eentje een bak af te drogen. Ja, en dat is onze Joyce. Hi. Dag Joyce, hoe is het, schat? Ja, goed hoor. Met jou? Oh, prima. Altijd. Altijd, hè? Altijd, dat weet je. Jazeker. Ja. Maar ze heeft haar vriend meegenomen, Wally. Hallo. En wie ben jij? Ik ben Nelson. De wiezenvader? Nelson. Nou, sta ik hem nog niet. Nelson. Nelson, met een N, voor ja. Nico. Ja, voor Nico, ja. Aha, toppie. Nou ja, we gaan gewoon een gezellige avond ervan maken. Sowieso, ja, toch? Maar ja. Je altijd wel een gezellige avond van, toch? En ja, ze had even patat meegenomen. Ik had mijn vis opgegeten, dat weten jullie al. En ik zei dan patat mee. Ik zei, nou, hier gaat je gang maar. Ja. Doe alsof je thuis bent, want je bent toch al thuis. Zeker. Zeker, de hypotheker. De hypotheker. Maken we nog reclame ook voor de hypotheker. Ah, nee, ik word hier niet gesponsord. Ja. Wauw. Jammer, hè? Ja, heel erg jammer. Maar ja, ik ben blij dat ze er in ieder geval weer is. Want ja, ze is een hele tijd niet geweest. Wat blijkt nou, is die Trinhola verhuisd naar een hele andere stad, meer naar beneden. Ja, lekker dan. Niet leuk dus. Nee, niet voor mij. Maar ja, voor haar wel. Zij is gelukkig met haar vriend. Ja. Dus, maar in ieder geval, komt allemaal goed. Wij gaan het hier even gezellig maken. En ik zeg gewoon, hou vol goede moed. En verder jullie ook een hele fijne avond. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Ja, en het is laat geworden, want ik moest, tenminste ik. Karin die had gisteravond eigenlijk gebeld met een vraag of ik wat wou doen. Maar ik had visite. En die kende ook heel veel. Ja. En die zei, nou, ik vind het ook leuk om het te doen. Maar ik wist niet dat het eigenlijk gelijk moest. Want het moest doorgestuurd worden weer naar Roderick. En weet ik veel. Dat was ongeveer zo iets, hè. Je kent Karin. Ja. Dus het moest gedaan worden. Dus heb ik het nog even gedaan. Even. Nou ja, meer dan even. Hè? Dat eventjes, dat is langer dan eventjes. Dus we zijn daar net klaar mee. Ik heb het 2 keer doorgestuurd. 1 keer via WhatsApp, 1 keer via de e-mail. Het is nou al met al 3:20. Oké, ik heb nog even een hapje gegeten, want ik had zin in wat. En het is nou de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Dus ja, lieve vrienden. Hoe laat ik er vandaag weer uit? Kom, jongens, mag het weten. Die is gek. Het is 3:20. En niet 4:15. Komt van de week wel. We gaan lekker slapen. Dus ja, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond aan jullie bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt gewoon voor ons nog steeds altijd de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.